vrijdag 15 en zaterdag 16 mei vond bij WVT de jaarlijkse boekenbeurs plaats. Al 13 jaar wordt de boekenbeurs georganiseerd met dit jaar een record aantal boeken, maar liefst 12.000. Een jaar lang zijn vrijwilligers hard aan het werk geweest om de boekenbeurs te organiseren. Wij spraken met Hugo van Dis, vrijwilliger van het eerste uur. Toen ik begon waren er 2 of 3 dames, ik weet het niet meer, maar het zal wel, die zullen ook al lang niet meer bestaan, want dat is zeker 25, 30 jaar geleden. En die stonden daar in dat hoekje op het biljart. Daar stonden wat dozen met boeken. Boeken voor volwassenen en boeken voor kinderen. En toen hadden ze opeens wat hulp nodig van een toen nog jonge man, bleek ik te zijn. En zij wilde er langzamerhand mee ophouden. En toen is het helemaal uit de kluiten gegroeid. En dat is leuk, want toen we vanmiddag de deur opendeden, toen stormden er over de 200 mensen naar binnen. Die hadden staan wachten tot ze naar binnen mochten. Mensen komen voor allerlei verschillende redenen naar de boekenbeurs. Ik ben in Japan geweest in 3 weken en ik heb een rondreis gemaakt. En ik heb daar veel Japanse tuinen gezien en veel mooie oude architectuur, oude tempels en zo. Ook wel iets nieuwe architectuur. Maar het heeft me altijd heel erg geboeid, het land. Ik heb er altijd heel graag heen gewild en nu heb ik het eindelijk gedaan. En u kunt nu via de boeken nog een beetje nagenieten van de reis? Ja, ik was ook met een vriendin en die is binnenkort jarig. En er is dus 1 boek bij waarvan ik denk, oh, dat is leuk voor haar. En de andere zijn voor mezelf. Ik zoek niks speciaals. Het is echt dat ik denk, van ik vind altijd wel wat leuk. En het is voor het goede doel, vind ik ook nog wel wat waard. Mm-hmm. En ik probeer er altijd een moment te komen dat het niet al te druk is. En je ziet het, dat is nu heel goed gelukt. De opbrengst van de boekenbeurs valt samen met die van de bazaar die WVT in oktober organiseert. Het geld wordt gebruikt voor de verduurzaming van het pand. Zonnepanelen zitten we nog steeds over te denken, maar dat ligt toch vrij lastig. Maar dubbele beglazing in een groot deel van het gebouw hebben we nog niet. En vensters die wat verouderen. En dat zal de eerstkomende bestemming zijn, ja. De dubbele beglazing komt steeds dichterbij, want de opbrengst van dit jaar was €6.238. Ruim €1.200 meer dan vorig jaar. De 900 bezoekers die geweest zijn, hebben voorlopig dus weer wat te lezen.